Nederland 2, de VPRO. Ter afsluiting van VPRO's atoommaand om ongeveer 10:00 een discussie over de vraag of de kernwapens Nederland uit moeten en wat daarvan de gevolgen zouden zijn. Annemarie Grevel zit een forum van specialisten voor en laat ook mensen uit de zaal aan bod komen die op velerlei wijze iets met het onderwerp van doen hebben. Daaraan gaat nu vooraf een Japanse documentaire met als titel De modernste wapens van de wereld. 70 minuten lang een wervelende show van de laatste snufjes der westelijke wapenindustrie. Reclamefilms van wapenfabrikanten, uitgezocht en tot loflied verheven. Notabene in Japan, dat als geen ander land heeft kennis gemaakt met de gewelddadige vruchten van deze technologie. Elke potentiële klant kan wel iets van zijn gading vinden. En wie het niet betalen kan, maar wel vreselijk opgewonden raakt van al die glanzende vliegtuigneuzen en zich oprichtende kanonslopen, die zal vanavond zeker aan zijn gerief komen bij het zien van de nieuwste wapens van de wereld.